Het volgende onderwerp, meer lachveiligheid. En dat wordt, dacht ik, een ambtelijk bestuurlijke co-productie. Dus nou, we zijn erg benieuwd naar jullie toelichting op meer lachveiligheid. Ga je gang. Ik begrijp dat driemaal wel wat erg lang wordt, maar toch probeer ik een poging om wat aandacht van u vast te houden. En ik wil het graag hier van hieruit doen, heb ik mijn handen een beetje vrij. Ja, vanuit waterschap Brabantse Delta hebben wij impuls willen geven aan de meerdaagse veiligheid. Dat hebben we niet alleen als waterschap medewerkers en bestuurders gedaan. We hebben hulp ingeroepen van HKV. En vandaar dat ook Anneke Vreudeheel deze presentatie dadelijk van mij over zal nemen. Brabantse Delta, wie kent het niet? Vele hoor ik, hè? Wij hebben het werkgebied van Brabantse Delta zit op de sheet omrand met onze kenmerken. In het zuiden hebben we de droge zandgronden met haar eigen problematiek met vrij afwaterend water. Dat in deze tijd van het jaar meer droogteproblemen geeft als vernattingsproblemen. Alhoewel die piekbuien natuurlijk op sommige plaatsen ook invloed zullen hebben. En de noordrand van ons gebied, dat grenst aan de grote rivieren, aan de Maas, Merwede, Hollandsdiep. En daar hebben we dus de lagere kleipolders en veengebieden ook enigszins. En dat, daar hebben we de problematiek mogelijk van wateroverlast. Dat verschilt. U ziet daar aan de westzijde in het gebied. Ja, daar praten we over waterstanden van een halve meter tot een meter. U zou zeggen dat zou in het oosten zijn. Nee, net in het oostengebied, in de omgeving van Waalwijk, Geertruidenberg, en Bergen, daar hebben we eigenlijk de grootste opgave. Want op het moment dat we daar een wateroverlastsituatie hebben, komen we ook zomaar niet vanaf, want het is echt een badkuip die zomaar niet leeg is. Voor degenen die historisch geïnteresseerd zijn, en ik had in de eerste presentatie al wat meegekregen van Chatham. Op deze kaart geeft ook weer waar de zuidelijke waterlinie heeft gelegen. Want we praten over lasten van wateroverlast. Maar historisch was de water ook een lust in die zin dat we de buitenlanders buiten kunnen houden. Op het moment komen ze met bootjes binnen, maar hier hebben ze nog met de inundatiegebieden hebben we de Spanjaarden en de Fransen nog enigszins buiten kunnen houden. En voor degenen die echt geïnteresseerd zijn, dit weekend is daar ook een viering van de zuidelijke waterlinie met de Vredesprong. Dus vanaf Berg op Zoom tot Graven zijn er festiviteiten. Maar dit gaat natuurlijk buiten de orde van deze dag. De primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de waterwet, de eisen daarvoor. Voor de regionale keringen hebben we dan de provinciale verordening. En we praten over een risicoanalyse. En dat is aardig, maar het gaat ook niet alleen over wat is een risico, want je praat over gekwalificeerd risico, maar gekwantificeerd risico eens in de 8000, 5000, noem maar het aantal jaar, is leuk en aardig. Maar als je in 95 en 93 allebei keren te maken hebt gehad met wateroverlast, dan is die kwantificering, hoe ver geldt die? Het gaat over wat is het risico en handelingsperspectief wat je te doen staat. Er werd in de vorige presentatie ook al gesproken over het beheer, doet er ook toe. Ja, als beheerder van dijklichamen en de muskusrattenbeheerder in het waterschap gaat niet alleen over de stabiliteit en de analyses sec in onderhoud. Maar wat gebeurt er met onze hulp die wij in het veld krijgen van onze fauna? We hebben in de afgelopen periode in de wintermaanden, de eerste week van januari, een hoge rivierstanden gekregen. En tot onze verbazing hadden wij in een afgekeurde regionale kering hulp gekregen van onze bever. En die had goed zijn werk gedaan, want we moesten daar ingrijpen. Hij lekte. Terwijl hij niet, hij was wel afgekeurd, maar niet op piping. Wat dus toch wel gebeurde. Dus het gaat over ook het handelingsperspectief wat je als waterschap daarin hebt. Wij praten nu over meerlaagse veiligheid. En ik heb begrepen vandaag dat wij daar niet alleen naar kijken. In Zwolle wordt daar gekeken. Rotterdam, dat stadje, wordt ook naar gekeken. Maar ik heb hier een voorbeeld van een andere stad. Dat is Dordrecht. Voor degenen die de stad aan culturen kennen. Waar praten wij over? Preventie is natuurlijk een belangrijke pijler voor waterveiligheid. En daar speelt ruimtelijke inrichting zeker een rol in.
Nu met de nieuwe omgevingswet waar we de watertoets ter discussie is gekomen te staan, moeten we als waterschap natuurlijk wel onze kans grijpen om daar onze rol terug te krijgen op het gebied van ruimtelijke indeling. Buiten ruimtelijke ontwikkeling is het natuurlijk ook op het moment dat, dat er een calamiteit ontstaat, wat is je perspectief in crisisbeheersing? Heb je de zaken wel op orde voor dat tijd? Ik gaf het al aan in de vorige sheet. U heeft hier een foto. Misschien valt het niet zo op. Maar dat is voortgekomen uit het project voor ruimte voor de rivieren in ons gebied, de Overdiepse Polder. Een gebied dat leeggeruimd zou moeten worden vanuit de agrarische functies met bedrijven. Omdat dat gebied toch ingezet moest worden voor die ruimtelijke wateropgave. De mensen in dat gebied hebben daar aan de bel getrokken. En met succes is dat tot een uniek proces ontwikkeld. Waar we... Ja, ze zijn vanuit een binnen primaire kering naar buiten primaire kering, buiten deks komen te liggen. En om hun veiligheid te waarborgen hebben ze gebruik gemaakt van een eeuwenoud principe. Van als je niet gaat omdijken, dan gaan we maar de hoogte in, de eeuwenoude terp. Hij is gelukkig nog niet ingezet voor de mensen die daar wonen. Voor ons wel jammer, want we willen het graag ook een keer in werking zien natuurlijk. Maar het geeft wel aan dat er ruimtelijk gewerkt kan worden. Hoe willen we dat als waterschap Brabantse Delta in de toekomst dan oppakken? Of zijn we eigenlijk al mee gestart? Kijken of wij met mensen in het gebied, met medewerkers, gebiedsadviseurs in gaan zetten met andere overheden. En komen tot samenwerking met die andere overheden om ons belang en het Nederlands belang van waterveiligheid daar een plaats in te geven. Hoe doe je dat? Eerst de zaken inzichtelijk maken. Ja, we hebben inderdaad een app waar je met de Fiority bril kunt zien of overstroming.nl van hoe hoog het water komt. Maar wij als waterschappers zijn er echt van doordrongen op de hoogte van. Maar heel Nederland is er natuurlijk minder van doordrongen. Zorg dat je die boodschap uitdraagt. Laat zien wat er kan gebeuren op het moment dat die zaken niet op orde is. En als er risico's staan, zorg dat, ja, laat ze zien dat die dan ook geaccepteerd kunnen worden. Als je geaccepteerd kan worden, kun je ze ook expliciet maken. Dus vooral vanuit de informatieve rol, een proactieve houding naar de andere overheden toe en naar de samenleving toe. Wat betekent dan die ambitie voor de informatiemanagement? Ja, wij als waterschappen zijn heel goed in projecten maken en projecten uitrollen. En dan zijn we heel trots dat we een project hebben uitgerold en dat hebben gezien, laten zien wat we wel niet kunnen. Dus wij stralen uit dat wij het voor elkaar hebben en dat we Nederland veilig hebben gemaakt. En dat is de grootste valkuil die we natuurlijk voor onszelf hebben aan het graven zijn. Op het moment dat jij die uitdraging hebt, is er geen essentie en noodzaak bij de rest van de samenleving van de urgentie die waterproblematiek met zich meedraagt. Ja, hoe doe je dat dan in combinatieve zin? Voor ons waterschap is afgelopen jaar in het voorjaar wel een cruciaal tijd geweest. In mijn zin wel, in ieder geval. 65 jaar geleden... En dat is een korte historie, is hier in dit gebied, in ons gebied, de watersnoodramp geweest. Zoals ook in Zeeland, Zuid-Holland de gevolgen daarvan heeft meegemaakt. Op dat moment kom je in contact met die herdenkingsbijeenkomsten met de laatste mensen die het echt in feite nog fysiek mee hebben gemaakt. Maar benut die momenten om uit te dragen wat dat in heeft gehouden. Kijk of je daardoor draagkracht krijgt voor zaken in werking te stellen. Maar wat betekent dat ook voor ons beleid? Want het is niet alleen dat wij naar de samenleving moeten kijken. Het gaat ook naar hoe wij als waterschap naar onze eigen organisatie moeten kijken wat die meerlaagse veiligheid betreft. Wij zijn niet alleen waterveiligheid, we hebben ook waterkwaliteit. En onze assets staan door het hele werkgebied. U zag het eerste dia waar we
de hoogtes hadden, maar ook de lagere gebieden. Wij moeten zorgen dat we ons eigen huis op orde hebben, om daar ook de voorbeelden te geven voor de samenleving. En dat is natuurlijk een van de projecten waar de commentaar handig waarschijnlijk al verder op ingaan. Daar was waar onze zorgen liggen. Ik kan me eigenlijk herinneren, laatst met de omgang, dat ik toch een eye-opener had. Want wij hebben in Heiningen een gebied wat in de watersnoodramp een grote slachtofferstol heeft geëist. De grootste opslagplaats van noodpompen staan van Nederland, misschien wel van Europa. Maar ja, als die daar staan en het water komt omhoog, kunnen wij die nog wel bereiken. Dus dat is zeker wel een aandachtspunt dat wij zelf niet uit het oog moeten verliezen. Ja, hoe gaan we hier zelf mee om? We hebben dit opgepakt in 2017. En we willen hier daar met een aantal pilotprojecten dat doorpakken. Dat doen we dus niet zelf. Daar hebben we de assistentie van HKV Hanneke van. En u wil graag hier het woord geven om daar wat pilotprojecten uit te leggen. Dankjewel, Kees, dat ik hier ook wat mag vertellen. Wat ik ga doen is dat ik eerst even Brabantse Delta verlaat. Wij hebben namelijk ook samen met STOA gewerkt aan een herijking van het begrip meerlaagsveiligheid. En hebben een aantal leerpunten uitgedestilleerd. En die wou ik eerst aan jullie voorleggen en dan straks laten zien hoe we dat hebben toegepast in Brabantse Delta. Het zijn er 12, dus je kunt meetellen en ik zal proberen het kort toe te lichten. We hebben hiervoor verschillende documenten bekeken en gesprekken gevoerd. En dit zijn eigenlijk de rode lijnen als je het hebt over meerlaagsveiligheid. De verantwoordelijkheid moet blijven liggen waar die ligt. Dus niemand hoeft dat van een ander over te nemen. Maar het is wel heel handig als partijen inzicht hebben in hun verantwoordelijkheid. En dat je ze ook bewust kan inzetten op wat jouw taak is. En daarbij kan ik ook zeggen, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Geef dus duidelijk aan wat er verwacht wordt voor de inzet van die verantwoordelijken. Wie informeert wie over de status van de kering, over risico's, over crisisbeheersing? Wie adviseert wie over vluchtmogelijkheden, over ontwerp, over nieuwbouwherstructurering? En wie stuurt? En wie stuurt wie en wie stuurt wat? He, zijn er kaders en eisen te stellen en wie gaat daarover? Gevolgbeperking, weerbaarheid, veerkracht kunnen ook gepresenteerd worden als aantrekkelijke toekomstperspectieven. Je kunt de wens om te kunnen doorfunctioneren voorop zetten. Of misschien om snel te herstellen of daar een keuze in te maken. Inzicht geven in de consequenties van wateroverlast. Het gaat om de gevolgen van een overstroming, maar denk bijvoorbeeld ook aan de gevolgen van de maatregelen die je neemt. Dus geef ook inzicht in de keuzemogelijkheden die je hebt. Dat kan alle partijen samen helpen om een afgewogen keuze te maken die niet alleen financieel gedreven is. Het werken aan gevolgbeperkingen stimuleert regionale samenwerking. Bijvoorbeeld de echte wensen die geen spijtmaatregelen betreffen, die moeten gewoon op de bestuurlijke en de financiële agenda worden geplaatst. Aan de andere kant vraagt de implementatie van meerlaagsveiligheid ook een uitwerking van die rolverdeling, maar ook de wettelijke en juridische aspecten. Dan is er nog de vraag over welke kennisleemtes er nog zijn. Als je het hebt over eisen, over toetscriteria, over normen. Is er behoefte aan een uniforme methode voor de uitwerking van de maatregelen en effecten? En de vraag welke hulpmiddelen er zijn en of ze bruikbaar zijn. We denken aan het afwegingskader die al wat ouder is, het stappenplan. We hebben ook de watertoets waar ik straks wat meer over zal zeggen. We hebben nu ook de risicodialoog. Zie die hulpmiddelen en gebruik ze ook. En als ze er niet zijn, dan kunnen we met z'n allen besluiten om eraan te werken. Een vraag die nog niet beantwoord is, wat mij betreft, is of er een aparte benadering nodig is voor vitale infrastructuur. Aanpassingen zijn immers op grote landelijke schaal nodig, maar ook op kleine regionale schaal. En hoe stem je dat op elkaar af?
En als een ruimtelijke opgave aanleiding is voor ontwikkelingen in een bepaald gebied, is het veel makkelijker om water mee te nemen en de kwetsbaarheid te verkleinen. Je kunt het ook omdraaien. Het is in mijn ogen nauwelijks realistisch om de maatregelen, ruimtelijke maatregelen, puur vanuit het perspectief van gevolgbeperking te nemen. Er is eigenlijk altijd een aanleiding nodig om de gevolgbeperkende functie tot een succes te maken. Data op orde, dat noemde Kees de Jong net ook al. Voordat je aan de slag gaat met het beoordelen en verkleinen van de risico's, moet je gewoon je data op orde hebben. Je moet weten waar het over gaat. Maak ook beelden. Visualiseer. Wat Ellen heel mooi deed met dat gebied, dat je ook in één oogopslag ziet, waar ben je mee bezig? Waarom gevolgbeperking belangrijk is om aan te werken? Die stap slaan we wel eens over. We gaan er gewoon mee aan de slag. Maar waarom wel of waarom niet? Bespreek dit ook met alle belanghebbenden. Definieer concreet wat je wil bereiken. En niet ambities, want iedereen heeft ambities en dat sluit vast heel mooi aan. Maar ga ook echt over de resultaten. Wat wil je bereiken? In de tijd geplaatst. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met behulp van zo'n risicodialoog, waarin je dat ook al in een schemaatje zet. En als het gaat om, om implementatie van gevolgbeperking, is het nodig om onderscheid te maken, in mijn mening, tussen herbouw, verbouw en nieuwbouw. Want het is moeilijk om in bestaande gebouwen, in bestaande infrastructuur allerlei aanpassingen te doen. Terwijl als je een leeg gebied opnieuw vanaf de grond af ontwikkelt, kun je heel makkelijk die keuzes maken. 12 leerpunten zijn toegepast in de pilots die ik bij Brabantse Delta mocht doen. Dus ik neem het route terug naar Brabantse Delta. Want de eerste resultaten wil ik heel graag aan jullie doorgeven. Om te beginnen is dus inderdaad Brabantse Delta bezig geweest om alle basisinformatie in kaart te brengen. Vervolgens is voor het eigen huis, dus voor alle eigen objecten van het waterschap, het overstromingsrisicoprofiel bepaald. Daar ga ik straks wat meer over zeggen. De tweede pilot richtte zich op gebiedsontwikkeling. Het in kaart brengen van de alternatieven als het gaat om gebiedsontwikkeling. In de laatste pilot staan de risico's zelf centraal en de manier waarop je die benut voor besluitvorming en communicatie. Data op orde dus. In de atlas is alle verspreid beschikbare informatie opgenomen om in één oogopslag te zien waar hoe het zit met de overstromingsinformatie. Ook extreme neerslag, maar ook de maximale diepte voor verschillende scenario's, de trajecten van de keringen, faalkansen beoordelen, maar bijvoorbeeld ook de geschatte duur van het water vrijmaken van het gebied. En bijvoorbeeld de plaatsgebonden overstromingskans. Deze informatie was er wel, maar men kon het niet goed vinden en dus ook niet benutten in de advisering als het ging over bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen. Eigen huis op orde, dat noemde Kees de Jong net ook al. Voor alle objecten van het waterschap is een overstromingsrisicoprofiel gemaakt. Je ziet dit in het plaatje. En dit profiel schetst de relatie tussen de terugkeertijd en de kans op blootstelling aan de gevolgen van de overstroming en de neerslag en de mate waarin. In een overzichtskaart is voor al die objecten deze overstromingsrisicoprofiel opgenomen. Daar kun je op klikken en dan zie je meteen deze informatie. En die kan dus input geven aan de discussie over verschillende maatregelen. Maar ook over kosten en ook bijvoorbeeld over de acceptatie, de risicoacceptatie. Heb je het er wel of niet voor over? Dus die informatie is nu beschikbaar. En dat heeft meteen ook een verandering in denken over de eigen objecten in gang gezet. De wil is er nu, dat hebben we net ook van Kees de Jong gehoord, om het eigen huis op orde te brengen. Nou, dat vind ik toch wel een bescheiden succes, wat ik graag met jullie wil delen. Het vervolg is wel dat om dit te doen voor het eigen huis en misschien ook voor de andere waterschappen of misschien zelfs breder in Nederland, is het misschien leuk of handig om een soort handreiking te hebben. Hoe pak je dit nou aan? Brabantse Delta zou het heel leuk vinden om dat samen met andere waterschappen te ontwikkelen. Misschien ook met hulp van provincie Brabant of andere provincies.
Zodat je kunt laten zien als waterschap en aan provincie wat je doet aan gevolgbeperking voor de eigen objecten. En zo doen een soort olievlekwerking te realiseren. Dat je echt kunt zeggen, we zijn van informatie naar handelingsperspectief gegaan. De tweede pilot leverde voor een gebied waar een ontwikkeling zou plaatsvinden een aantal alternatieven op. Dus die geven ook aan hoe belangrijk het is om als waterschap de consequenties van gebiedsontwikkelingen in beeld te brengen. Als je alternatieven kunt laten zien, je kunt dit doen, maar je kunt ook wat anders doen met de bijbehorende gevolgen, dan is het waterschap ook echt adviseur met kennis van zaken. En dan kunnen de waterschappers dus een beeld geven van hoe je de kwetsbaarheid van een bepaald gebied kan verminderen. Het resultaat van deze pilot is een eerste aanzet tot het opnemen van extra vragen over gevolgbeperkingen en ruimtelijke inrichting in de watertoets. Degenen die vanmiddag naar onze workshop komen, die krijgen daar nog meer over te horen en kunnen daar ook over mee discussiëren of jullie dat een goed idee vinden. Door middel van die vragen worden andere partijen ook betrokken bij de vraagstelling. En ik denk dat het waterschap op basis daarvan ook beter kan adviseren over die verschillende alternatieven. En op deze manier krijg je ook de partners mee in een nieuwe denken over veiligheid en ruimtelijke adaptatie. Het leuke vind ik dat je zo ziet dat het waterschap dus nu ook echt ander gedrag gaat vertonen. De rol is hetzelfde, maar het gaat andere dingen vragen aan andere partners, het gaat andere dingen doen. En daar merkt de omgeving wat van. De derde, het vertalen van de risico's naar de crisismanagement, dat blijft een taak van de veiligheidsregio. Maar de veiligheidsregio kan bijvoorbeeld ook wel wensen formuleren richting het waterschap over de informatie die ze nodig hebben om hun taak goed te doen. Of weten ze dat misschien allemaal al? Dat is natuurlijk een goede vraag. Wat betekent de informatie over risico's? En in deze pilots hebben we gekeken naar de verschillende rollen van het waterschap als het gaat over crisisbeheersing. Natuurlijk is de eerste dat het waterschap de faalkans verkleint. Het realiseert noodmaatregelen, beheermaatregelen. Die, daar moet je ook aan denken, natuurlijk zelf ook allemaal weer een faalkans hebben. Dus de kans wordt nooit nul. Het tweede is dat het waterschap informatievoorziening levert naar de veiligheidsregio. Informatie over de kans, informatie over de gevolgen. Dus de vraag is, wat doen dan de andere stakeholders met die informatie en welke rol speelt het waterschap in het uitleggen, in de duiding daarvan? Het waterschap is na een overstroming ook slachtoffer, een getroffene. Zuiveringen vallen uit, belangrijke gebouwen lopen onder water, medewerkers kunnen niet ingezet worden. Dus in deze rol moet het waterschap ook nadenken over zaken die je van tevoren preventief kunt regelen om tijdens een hoogwater toch je taak te kunnen uitvoeren. En dit gebeurt in heel nauw overleg met de veiligheidsregio. Als laatste rol zeggen wij ook het waterschap voert nu, op dit moment, met stakeholders de risicodialoog. Uitleg over risico's, toelichting op manieren om het risico te verkleinen. Welk risico wordt geaccepteerd en wat niet, daar zou het waterschap echt een leidende rol in kunnen nemen. Nou, deze pilots bij Brabantse Delta die waren wat mij betreft een goed voorbeeld van een proactieve aanpak en een verkenning van binnenuit. Waar ga je over? Wat kun je doen als waterschap? Waar kun je beginnen? In het kennisoverzicht wat ik net presenteerde, wat ik met STOA aan het baken ben, worden dus ook die rode draden voor meerlaagsveiligheid duidelijk. En samen met de landelijke werkgroep gevolgbeperking wordt het nu uitgewerkt tot praktische tips. En STOA zou in deze context heel graag meekijken en meelopen met andere pilots. En gelukkig hoorde ik net al Zwolle langskomen. Nou, laat ik nou in Zwolle wonen, dus ik kan daar gewoon letterlijk meekijken en meedoen. Maar als u ook denkt, van wij hebben ook wel een dergelijke traject of we zouden het willen doen. Wij zouden het ook namens STOA heel leuk vinden om die geleerde lessen toe te passen en het daardoor ook sterker en krachtiger te maken. Dus heeft u interesse, meld u zich dan alsjeblieft bij mij. Nou, Kees de Jong en ik hebben u echt overspoeld, hoop ik, met allerlei ideeën rondom de toepassing van meerlaagsveiligheid. Ik vond het bijzonder om te merken dat voorganger Ellen Vonk
het over een heel groot gebied een enorme lange tijd had, terwijl Waterschap Brabantse Delta op kleine schaal naar de eigen objecten, naar de eigen mogelijkheden heeft gekeken. En ik denk dat allebei de benaderingen passen bij het nieuwe denken over veiligheid. Dus ik hoop dat dat ook een goed palet heeft gegeven. Vragen zijn van harte welkom. Ik weet niet of Ben of daar nog tijd voor is. Maar neem dus vooral contact op als u op een of andere manier mee wil doen. Bedankt ook namens Kees de Jong voor uw aandacht.